Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig bewolking boven Nederland. Alleen boven Zeeland is er een vaag grijs vlekje zichtbaar. Dat zijn enkele wolkenvelden, maar die lossen in de loop van de ochtend op. Vanochtend, dus flinke zonnige periode, een paar wolken, temperaturen halverwege de ochtend rond 14 à 15 graden. De wind is vrij rustig uit het noorden tot noordwesten. Vanmiddag ontstaan er een paar stapelwolken, maar die groeien niet uit tot een bui. Ook dan dus veel zonneschijn en temperaturen van 16 graden aan zee tot ongeveer 19 à 20 graden diepe landinwaarts. Vanavond kunnen er vanaf de Noordzee een paar wolkenvelden het land binnentrekken. Dan wordt het dus wat minder fraai, temperaturen blijven 14 graden en het blijft ook droog. Ook morgenochtend hebben we nog last van die bewolking, maar in de loop van de ochtend lost de bewolking op en morgenmiddag zijn er weer zonnige perioden. Blijft droog en het wordt ietsje minder warm dan vandaag, ongeveer 18 graden. Maandag zijn er opnieuw flinke zonnige perioden en een paar stapelwolken. Opnieuw een droge dag en dan gaat het kwik weer iets omhoog, tot rond 20 graden in het binnenland. Dinsdag wordt het nog wat warmer, maar neemt de kans op buien toe. En ook woensdag verwachten we enkele buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.